In dit filmpje gaan we kijken hoe we weerstand kunnen meten met de weerstandsmeting van de multimeter. Ik heb hier een weerstandje, een 1/8 watt weerstandje, is heel erg klein. En ik gebruik hier in dit geval graag de Hirschman klemmen om zo'n weerstandje in te klemmen. Maar we gaan eerst even naar de meter kijken, want die moet natuurlijk weer in het juiste bereik staan. Je ziet hier het ohmbereik. En als we in de ohmstand staan, dan is het belangrijk dat je geen spanning aansluit op de meetklemmen. De ohmmeter maakt namelijk zelf gebruik van een spanningsbron, de batterij die erin zit. En de ohmmeter zelf zet spanning op de weerstand. En dan wordt de stroom door het circuit gemeten door de meter en omgezet in een weerstandswaarde. Dus zorg dat er nooit spanning staat op een weerstandsmeting. Daarbij hoort meteen ook dat als je een spanning op deze klemmen hebt staan, dat je niet op deze manier in de multimeter bereiken gaat wisselen. Want dan kom je door dat bereik heen waarbij je de meter kapot maakt. Oké, terug naar de ohmmeting. Ik begin weer in het hoogste bereik en ik klem het weerstandje erin. En dan zie je op het display dat er een 9 staat. Nou, die 9 daar kan ik niet zoveel mee, want hij staat helemaal rechts in het display. Dus dat is een zeer onnauwkeurige meting. Ik ga dus ook met mijn bereik naar beneden, totdat ik een beetje een fatsoenlijke meting krijg. Nou, daar komt al wat. Dat lijkt er al meer op. Dat lijkt er nog meer op. En hier vliegt hij weer uit zijn kastje, dus overload. Dus ik moet 1 bereik terug. Dat is het bereik van 2 kilo ohm. Dus de eenheid die achter dit getal staat, is kilo-ohm. Er staat dus nu 0,981 kilo-ohm, oftewel 981 ohm. Dat is de waarde van de weerstand. Wat je hier ook mee kunt meten met dat weerstandsbereik, is een doorpiepmeting. En je ziet hier het symbooltje staan voor een geluidje. Dus als ik deze pennen nu doorverbind, dan gaat die meter piepen. En dat betekent dat er een verbinding is. Die optie kun je gebruiken om bijvoorbeeld snoertjes of kabeltjes door te piepen. En het is niet geschikt om hele kleine weerstanden te meten.